Hallo serpentjes en welkom bij een nieuwe aflevering van The Last of Us. Ik heb heel lang lopen rondzoeken en eigenlijk kwam het op neer dat ik het spel anderhalf week niet gespeeld heb. En toen in één keer deed het spel zo van, hé Rick, hier is een ladder Frits. Nou ja, ik pak gewoon die ladder en dan ben ik verder en ja, dan hebben we het gehaald. Applaus voor jezelf. Ik wou dit spel eigenlijk in het donker spelen voor een beetje de sfeer. Maar als ik dit in het donker speel is alles nogal donker. En daar is Ellie's bibs. Was dat niet de beste intro ooit? Ik heb het een hele zak vol van die zoute stokjes gegeten die je altijd op feestjes hebt. En nu is alles zout. Alles is zout hier. Ik klim gewoon even lekker naar beneden. Naar beneden. Oh shit. Het is ons gelukt. Nou, lekker voor jou dan, Ellie. Yes. Oh god, ik voel weer een boer opkomen. Rick, stop met boeren. Je bent aan het gamen, man. Ik weet het, ik weet het. Jullie zijn er best goed in. Dat hoor ik wel vaker. Dat zegt hij wel vaak, hoor. Nou, weet je. I'm on a roll, zeggen dan altijd maar. Mijn geluk houdt niet op. Behalve als ik dood ga. En het is best wel vaak. Maar weet je, jij gaat niet dood, Joel. Hoop ik. Ja, we gaan maar heen. Het gemeentehuis is deze... Ja, welke kant op? Moet je wel lopen? Oh, beter. Beter. Hé, hey, een kreeft. Een kreeft, dat is belangrijk. Wat is hier zoal te doen? Ja, dat weet ik veel. Ja, is jouw vraag. Oh god, ik moet weer een prullenbak gaan zoeken. Ik heb helemaal geen zin in jouw gezeik. Helemaal geen zin in jouw gezeik. Nou. La 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 la. Er moet hier vast iets van een prullenbak zijn of zo, anders weet ik het ook niet meer. Kan ik hier naar binnen? Ah, gevonden. Ik heb je geheim ontrafeld. Oh, goeiedag. Oh god. Helemaal geen zin in zombies. Ik ga er wel een paar slaan of zo. Ik sla er wel gewoon een paar, hè. Altijd een oplossing. Slaan is een oplossing. En als slaan geen oplossing is, dan weet je dat eigenlijk helemaal geen oplossingen waren. Als slaan geen oplossing is, dan is poep ook geen oplossing. Dat hebben we wel dat het een zombie was, maar het was gewoon Ellie maar. Bitch. Poeh, ik was helemaal vergeten. Haast vergeten dat er zombies in dit spel zaten. Wat is dat? Tape. Ja, graag. Hoe pak ik ook weer dingen? They're recently infected. Hoe pak je die shit? Hoe pak je die shit? Ik weet het serieus niet meer. Ik weet het serieus niet meer. Hoe pak ik dit? Ja, oké, driehoekje blijkbaar. Oké, duidelijk. Kijk als je de anderhalve week niet speelt. Wat is hier voor moois? Hoppakee, bad boom. Oké dan. Nou, stop even eens met zombies zijn alsjeblieft. En dan kan ik lekker verder met mijn leven. Oh, nou, dat was interessant. Hoe zit het met een wagentje dan? Is hier een trap omhoog misschien? Iets in die richting. Ik heb tenminste dit gevonden. Heb ik hartstikke goed gedaan. Moet het aan de kant? Waarom hebben we die deur geblokkeerd? Wat is er praktisch nut? Ik niet te weet. Oké, na lang gepuzzel kreeg ik opeens een hint. Zo van, oh Rick, je faalt. Hier, neem deze hint. En dan zeiden ze, ja, verplaats de kast. Nou ja, maar als je het aanbiedt, dan verplaats je die kast. Zoals hij nog nooit verplaatst is. Op een snelle manier. Je staat aan de kant, je staat in de weg, vrouw. The fuck, wat gebeurt er? Laat los, los. Goed, zo. Ja, het gaat redelijk goed, behalve dat die bitch in de weg staat. Als ze nou even aan de kant zou willen gaan, dat zou fantastisch zijn. Die gaan we gewoon even een rondje draaien, denk ik. Hoe draai je dit lekker? Oké, zo. Mooi, mooi, mooi. Mijn zaklamp gaat trouwens bijna uit en moet ik gaan schudden, maar dat boeit me echt heel weinig, dus dat scheelt. Het feit dat het me weinig boeit, is heel handig in dit geval. Waarom is mijn camera ook in één keer dit? Ja, oh, even, niet stop met duwen, Rick. Niet stop met duwen, gewoon doorgaan. Wee! Van de glijbaan af. Gewoon hier tegenaan, denk ik? Ja, supergoed. Oké, mooi. Klimmen maar, Bob. Yes, even schudden. Beetje rare manier om je zaklamp weer aan te krijgen. Maar oké, we gaan lekker verder alsof er niks aan het handje is. Niks aan de hand. We gaan lekker verder. Er zullen wel wat zombies zitten, want ja, het is een zombie game. Dus eens in de zoveel tijd komt er een keer toevallig een zombie langs. En die zegt dan, hey jongens, vast. Ik begrijp nog steeds het concept vast. Helemaal, niet helemaal. Gewoon op een driehoekje drukken, zoals in Uncharted. Weet je, dan zeggen ze altijd, old habits die hard. Oké, double time. Sneller, sneller Hans, sneller. Ze komen. Nou, ze kunnen wel goed klimmen. We hadden ook even die car weg kunnen duwen, dan konden ze niet klimmen. Maar dat niet helemaal naar. Rennen, Joey! Jij bent je arm kwijt, maat. Oepsie! Er zit iets op je schoen, hè? Wat? Is dat een grap of? Oh, er zit een hand op, wat grappig! Gross! Oké, nou, we hebben weer eens een auto gevonden. We gaan even maar de kant van het lampje op, dat lijkt me het beste. How do we get out of this place? Een tip! Zie je, ik zei dat de kant van de lamp op. Oh, hier kan ik een werkbank. Ga naar werk waar je gebruikt je gevonden delen om wapens te verbeteren. Nou, graag. Het is dat je het aanbiedt.
Wapenholster, dat ziet er iets uit dat ik niet kan doen. Gereedschap. Kan ik dit maken of niet? Holster voor een tweede pistool. Nee, voor mij kan dat dan niet. Dat houdt in dat ik het niet kan maken. Oeh, dit kan ik maken. Helaas snelheid. Of heb ik 0 van de... Hoe zie ik of ik dit kan doen? Helaas snelheid 1 van de 3. Hoe kan ik zien of ik dit kan kopen? Gereedschap 0. Oké, ik heb gewoon 0 gereedschap eigenlijk. Kom het op neer. Oké, dus waarschijnlijk moet hier ergens een stukje gereedschap liggen, neem ik aan. Een stukje gereedschap en dan kan ik leren hoe ik dat moet gebruiken. Dat neem ik dan weer aan hoor. Het zal weer in mij liggen. Oh, pillen. Ik had gehoord van mijn broertje, want die heeft het spel even van me geleend en die heeft hem ondertussen alweer uitgespeeld. Als je pillen zit, dan kun je je skills verbeteren en dat zal dat wel zijn dan. Beetje raar dat het met pillen gaat, of wat is het weer anders? Voor mij zijn dat je persoonlijke skills dan weer, is weer wat anders. Werkt net weer even anders. Dus ik heb nog steeds 0 gereedschap, maar delen 15. Wat? Is dat een aantal gereedschap nodig, of wat? Oh, wat? Wacht, er gebeurt iets! Er gebeurt iets! Wacht! Ik deed iets goed. Zagen jullie dat? Ik zag het namelijk wel. Ik zag de magie gebeuren. I saw the magic happen. Hier, helaas snelheid. Oké, precies. Ik heb 5. Ik heb nu 1-1 gebruikt, blijkbaar. Oké, dan gaat mijn laatste snelheid omhoog. Waarom deed ik eigenlijk laatste snelheid? Had ik liever een vuursnelheid. Oh, wat doe ik eigenlijk allemaal? Heb ik eigenlijk een revolver? Heb ik die nog? Blijkbaar. Oh ja, hier. Ik heb er nog een revolver erbij. Ik ben dol op revolvers. Hier, bam. Bas boom. Revolver for the win. Klop, klop. Wie is daar? Joel. Joel wie? Joel de Mol. Familie van Linda de Mol, Incorporated. Oké, dan. Hier is een computer. Daar kun je niet echt veel mee, jammer genoeg. Misschien kun je Bomberman spelen. Een beetje Serpent gameplay kijken. Weet je, de standaard levensbehoeften van een jongeman. Slash mevrouw. Hé, een vaas. Dat is wel belangrijk. Een vaas. Oh, dat was echt een hele flauwe Far Cry 3 gerelateerde grap. Ik heb geen idee waarom we hier eigenlijk zijn in dit vervallen gebouw opeens. We zoeken de burgemeester. Hij is al 20 jaar dood, maar daar gaat het niet om. Huh? Is hier iemand? Oh, ik dacht dat zij was het. Oké, duidelijk. Waarschijnlijk valt er nog een hele hoop shit te vinden hier. Dat heb ik zojuist gevonden, ik heb geen idee. Echt? Wauw. Kan ik hierheen? Of is dat onmogelijk? Aha, dit zal waarschijnlijk wel de weg zijn, dus ik kan even terug en wat extra items vinden. Want ja, bijvoorbeeld die wapens upgraden en dat soort shit, dat zijn wel dingen die je graag zou willen doen. Als je toch even de kans hebt, dus ja. Je kan het beste maar even goed deze verdieping uitpluizen in plaats van in één keer door te gaan. Lijkt mij. Maar de opties waren al redelijk beperkt. Geen zorgen. Zoveel kanten kon ik toch weer niet op. Ik dacht dat het groter was hier. Dat viel tegen. Oké, dan. Op je knietjes, Joel. En lopen maar met die zooi. En lopen maar. Oh, ik heb je stillen natuurlijk. Even mijn gespierde spieren gebruiken. Mijn gespierde spieren. Klote. Oh god, we zijn weer gescheiden. Het is weer zover. Je zou er best wel tussendoor kunnen, denk ik. Of we zijn mijn benen geplet. Dat is minder. I'll make my way around. Tess? Oh god, ik hoor klikaas. Klikaas. Klikkaas. Je kunt er wel tussendoor. Jemig, zo ledig ben jij niet dus. Oké, dat is jammer. Nou, we gaan even kijken, want er komen waarschijnlijk wat... Oh, kan ik er ook niet heen? Nou, dan... Oké, je moet de optionele kant op. Oké, dan. Is cool. Tess. Hallo. Oké, dan ga ik helemaal gaan proberen te sneaken. Oh, wacht, dat kan ik niet. Helemaal vergeten. Ik ga gepakt worden of niet soms. Ieder moment. Any moment. Sommige klikker. Er zit echt een klikker achter me. Ik zie die zo van. Nog een klikker daar. Oh god, dit gaat niet goed. Laat maar gewoon heel rustig weg. Misschien kan ik vanaf hier allebei die klikkers nog uitschakelen. Er is misschien een hoop als ik vanaf hier die klikkers pak. Tess. Dat ik het red, zeg maar. Op een gegeven moment kun je met die pillen geloof ik wel een upgrade kopen dat de klikkers. Shit. Dat kun je op een gegeven moment, geloof ik, als ik me niet vergis, kopen. Een upgrade waardoor je wel met klikkers kan vechten. Want momenteel, als ik met klikkers in combat ga, dan bijt ze in één keer mijn nek kapot. Dat is natuurlijk niet zo leuk. Een beetje raar, gezien ze geen ogen hebben, dat dat juist de betere vechters zijn. Maar ja, dat zal wel weer. Anders zijn ze niet echt gevaarlijk. Zijn ze gewone zombies die niet kunnen zien. Ja, dat is niet handig. En ze hebben meer HP. Ze hebben een soort van schimmelpanzer natuurlijk. De vraag is alleen, waar moet ik heen? Hij zit er een beetje... Test. Test. Wat is dit? Een fles. Hoe gooi je die shit ook alweer? Oh, dat is wel handig. Ik heb iets met mijn steen gooien eigenlijk. Ik heb wel een medkit, dat scheelt. Fles. Test. De fles.
En dan komen natuurlijk die twee zombies erop af. Dan kan ik ze proberen neer te knallen met mijn gun. Of het een goed plan is, natuurlijk maar de vraag. Je kan er best nog wel langs sneaken, denk ik. Misschien als ik een headshot maak. Maar dat is wel zonder van mijn kogels natuurlijk. Dus ik kan er best eigenlijk gewoon langs. Oké. Okay. Beter. Ja, die lamp hoeft toch niet uit, want die dingen zijn toch blind. Dus dat is een voordeel. Ik gok dat we door die deur moeten die open moet. Dat is de meest logische keuze. We gaan tenminste eerst even deze room in, want ja, er ligt hier iets een leuk item of zo. Ja. Oh, een baksteen. Dat is gewoon een zombie of een klikker. Het is wel lekker druk hier in ieder geval. Gezellige bedrijvigheid heet dat altijd bij de Eftelingen zo. Als het heel druk is, noemen we dat gezellige bedrijvigheid. Dus ook hier, gezellige bedrijvigheid. Ik heb geen idee wat ik nou precies aan het doen ben. Ik overleef in ieder geval. I will survive. Hey, hey. I will survive. Is dit nou een klikker of een gewone zombie? Als het een gewone zombie is, wil ik hem best wel slaan namelijk. Ik ben hier maar rustig aan het rondlopen. Zo van, ja, wat doe ik eigenlijk met mijn leven? Ik kan het beste denk ik gewoon verder lopen. Wel die kant op. Hey, hey. Ik zal gewoon even normaal tempo. Oh god. Ik zie ook heel slecht of het nou klikkers zijn of gewone zombies. Dat is een beetje een probleem. Ik ga even mijn super gehoor aanzetten. Oh god. Oh god, ik ga dood. Ja, laat maar. Laat maar. Ik dacht, probeer nog een klap te geven. Dat was geen goed plan. Ach joh, ik was toch al flink aan het aankloten. Gooi een fles of een baksteen. Als je geen zin meer hebt. Oké, ik heb geen zin meer. Kap mij. Hierheen denk. Hallo. Waar moet ik heen? Ik zou gewoon zeggen dat ik daar ergens heen moet, naar het einde van de gang. Dat is de meest logische keuze in ieder geval. Ik haat verdomme klikkers in ieder geval. Mogen dat duidelijk zijn? Ik ga maar hierheen of zo. Is het een kamer? Nee. Dat is geen kamer, Rick. What the fuck is hier allemaal te doen, man? Heel een fucking museum. De beesten. Ik haat beesten. Ik haat als het onduidelijk is waar ik heen moet. Zo'n verdomme in mijn leven. Oeh, laat ik daar een plank liggen. Oké. Okay. Oké, zeg ik geen nee tegen. Er zijn hier sowieso veel te veel klikkers. Het is onmogelijk om sneak te doen. Om niet sneak te doen. Dit moet je wel sneaken. Alleen de vraag is, wat doe ik hier? Dus ja, ik denk toch echt dat we deze kant op moeten, hoor. Anders weet ik het ook niet meer. En dan moet ik hier die voorraadkast in. Ja, precies. Dan kan je misschien wat handige items vinden ofzo. Volledig steekwapen nodig. Ah, die kun je maken, toch? Die kun je maken. Select. Steekwapen. Zo, met een steekwapen kun je dus blijkbaar deuren openmaken. Dus dat even gaan doen. Om deur te openen met een steekwapen. Godskidee. En hopelijk vinden we hier een leuk itempie of zo. Ah, medkit. Dat is nooit verkeerd. Dat is een medkit, toch? Oeh, kijk. Spulletjes. Worden voor mijn upgrades. Wat leuke stambeelden. Goedendag. Goedendag. Kijk. Wat kogels. Nooit verkeerd. Score altijd punten mee bij mij met kogels. Ik ben dol op kogels. Nu blijft de vraag. Waar moet ik heen? Dat is een blijvende vraag. Een blijvend probleem. Met een niet bepaald blijvende oplossing. Tess. Tess. Dat doet hij alleen als ik in deze room ben. Dus ik doe vast iets goed door hier te zijn. Shit. Toch? Was dat sowieso in die la eigenlijk helemaal niks. Oké. Nee, gewoon voor de zekerheid. Maar wat moet ik doen dan? Want hier roept hij om Tess inderdaad. Tess, Tess, poep. Oh, dat zei hij letterlijk trouwens. Tess, Tess, poep. Nou, het is niet aan het einde van de gang in ieder geval. Dat is de meest logische optie die ik had. Nou, het zou het einde van de gang zijn. Maar dat is het dus niet. Ik kan even mijn supergehoor aanzetten. Dat is L1 zeker dan. Huh, ik dacht dat het L2 was. R2 dan. Ja, beter. Daar ergens kwam ik vandaan. Dat is ook niet echt logisch om heen te gaan. Nou, er zijn in ieder geval heel veel zombies zijn weg. Geen hebben die heen zijn. Die zijn ook even lekker ergens anders aan het chillen of zo. Is er eentje om af aan het rennen? Klinkt alsof er eentje om af aan het rennen is. Als ik iets niet leuk vind... Is wanneer ze op me af aan het rennen zijn, nou, eigenlijk. Even kijken, kan ik ergens misschien naar rechts of zo? Een vertakking? Oh, er loopt eentje vlak achter me aan. Die heeft een klein beetje... Is iets aan het oppakken in ieder geval over waar ik ben. Een klein beetje mijn locatie aan het opvissen uit de lucht. Ik ruik een lekkere jongen genaamd Rickert. Maar ja, nog steeds. Een blijvend feit is dat ik verdwaald ben. En ja, geen idee waar ik heen moet. Alweer. In niet veel minuten tijd ben ik 2 keer verdwaald geraakt in dit spel. Oh, kijk. Een grote deur. Laten we daar heen gaan. Oh, god. Ik ben echt niet te helpen. Ik werd toen speciaal nog afgeslagen. Zo van, what the fuck. Ik ging naar... Oh, nee. Hier is geen einde. Raar. Toen ging ik naar rechts. Nou, ik heb tenminste wel 25 van die onderdeeldingetjes gevonden. En dan zie je maar weer hoe belangrijk het is om soms gewoon even goed je tijd te nemen. In plaats van snel van A naar B te lopen. Ik heb nu wat van die spulletjes gevonden met de upgraden. En dat is zeker heel fijn. Ja, zit er nog klikkers achter me aan of wat? Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Huh?
Wat valt het te huhu? Te huhu. Hier is een deur, dat is goed. Oh, de trap eindigt hier, dus ik zal wel moeten. Klop, klop. Wie is daar? Klikker. Klikker wie? Klikker. Wat? Zou deze neerschieten of zo? Ik kan wel slaan, denk ik. Is het een survivor? Lijkt tenminste op een survivor. Ik sla hem wel gewoon in elkaar, joh. Kan ik hem ook sneaken? Ja, pakken. Om te wurgen. Ik ben dol op gewurgde borst. Nou, vriend. Dat is nou even jammer. Ellie, blijf daar. En zit in mijn borsthaar. Ik denk dat Joel wel heel veel borsthaar heeft, hoor. Poeh, kilo's. Kilo's. Liters. Kubieke meters. Gewone meters. Oh, kijk. Daar zijn dus wat rovers in het museum, zo te zien. Oepsie. Oeps, mijn hoofd. Nou, dat merk je. Waar is Ellie? Ga naar de meid. Poep. Oh, god. Bam! Dit is 3KB. Na deze gekke track zet jij hem op replay. Oh, god. Dat zijn veel mensen. Ik haal het wanneer er veel mensen zijn. Een paar mensen moet kunnen, maar... Ik wist ook altijd van doe waarmee ik vechten. Dat is niet echt handig, denk ik. Ik denk dat ik beter 1 voor 1 in elkaar kan slaan. Maar ik sla lekker hard. Ik sla ze hard. Ik ga lekker en doen het allemaal. Ik kan even mijn gun pakken en die andere neerknallen. Maar oké, we hebben het gered, denk ik. Ik hoor nog mensen vechten. Iemand een probleem hier of gaat alles lekker, jongens? Bitch, oh, dan denk ik iemand in me. Goedendag, meneer. Hoe gaat ie met u? In één keer overal rovers. Dat vind ik niet zo leuk. Ik ga dood. Dus ik moet gauw, heel gauw een netkitje pakken. Ingedrukt. Oh nee, niet ingedrukt. Ik wil ze niet maken. Ik wil er één gebruiken, alsjeblieft. Oh, kut. Staat er iemand met mij met te vechten? Stop daar even mee. Ik probeer te genezen, vriend. Ik probeer gewoon met alle respect een beetje te genezen. Komt er zo'n flip al aan? Weet je, om me lopen schieten en shit. Ah, denk je over die revolverkogels in ieder geval. Daar waardeer ik. Voor de rest, is er iemand met een probleem of gaat alles goed ondertussen? Oh, er zijn er wel een paar. Oh, sorry hoor. Sorry dat ik eventjes heb. Oeps, per ongeluk, weet je wel. Oeh, ik geloof haast niet dat je dat met je handen kan. Ik ben nou niet zo sterk, maar ik weet niet hoe sterk Joel is. Als iemand zijn schedel breekt op een muur, dan moet je redelijk sterk voor zijn in ieder geval. En daar ben ik dan weer net niet. Het scheelt mij heel klein beetje. Als ik nog een kijker heb die zegt, oh Rick, je mag mijn schedel wel een keer lenen als ik dood ben. Graag, dan zou ik een keer willen testen. Vind ik wel interessant. Voor de wetenschap natuurlijk, niet voor mijn eigen plezier. Voor de wetenschap. Hallo. Oh, hier komen Ellie en Belly vandaan, denk ik. Ellie en Tess. Tess is een slet. Met een kleine slis. Waar gaan we nu heen? Waar gaan we heen? Dit jaar. Oh, hey, ik zag daar kogels liggen. Dat vind ik fantastisch. Waar laat je die zo eigenlijk? Oh, R1 dus. Nou, perfect. Hierheen denk. Dat ziet er wel mooi uit. Nee. Waar zijn Tess en mijn bitch heen? Ah, hier zo. Wat is er bij dit raam te doen, jongens? Even een gesprekje doen natuurlijk. Tess. How are you holding up? Just a bit. Oh, moeten we door het raam heen, zo te zien. Ah, interessant. This will get us to the roof. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. In ieder geval, ja, het gaat goed in ieder geval. En ik zeg best wel vaak in ieder geval. En ja. Ja. Ik heb tenminste een beetje mijn weg gevonden. Na 20 minuten weet ik ongeveer weer de controls van het spel. Dat is wel fijn, altijd. Oh, huh? Waar heb je die plank voor nodig dan? Oké, cool. Even een plankje neerleggen dan. Kan dat vanaf hier? Hallo? Ze liet heel mooi zien dat ik daarheen moest, toch? Ik drukte op L3 en toen deed ze zo van, oh, ga die kant op. En dan, oh, wat, ik zal vanaf, vanaf hier, oh ja, dan gaan we daarheen, denk ik. We gaan het even proberen. Mag dit of is dat ook niet goed? Ah, hier, druk op. Vierkant kruisigje om te plaatsen. Oh, dat gaat sowieso breken. Sukkel. Je bent een sukkel, Joel. Komt een beetje veel zaagsel uit, moet ik zeggen, voor een plank. Ik zou niet echt vertrouwen. Niet echt, ik zou wel nep vertrouwen. Het breekt natuurlijk door Joel zijn... Oh nee, die vrouw is natuurlijk zwanger en dan breekt hij. Logisch. Dat moet haast wel. Moet haast wel. Leuk muziekje. Ik vind de muziek echt zo vet van dit spel. Kom op, this way. Het is een beetje het eerste filmpje deze video. Hey, een van de eerste. Laat Joe even lekker zijn ding doen, jongen. Bitch. Bitch. Look, we're almost done. Stay focused. Oké. Okay. Ja, mevrouw. Oké, dan. Okie dokie.
Nou, ik heb hem bijna uitgespeeld. Dat valt tegen hoor. Ja, we zijn misschien op 1/10 van het spel of zo. Ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren. Durf ik niks over te zeggen. Durf me niet over uit te laten. Maar het is een awesome game. Dat durf ik wel te zeggen. Try around this corner. Come on. In ieder geval, bedankt voor het kijken voor deze aflevering van The Last of Us. Volgende aflevering gaan we verder met The Last of Us. Vergeet deze The Last of Us video niet te liken als je The Last of Us leuk vindt. Tot de volgende aflevering. Doei!